Vroeger waren de meeste zeelieden bij een scheepsramp reddeloos verloren. Terwijl ze vochten voor hun leven, beschouwden de kustbewoners het wrakhout en de aangespoelde lading als een godsgeschenk. Pas later beseften de bewoners dat er ginds mensen in doodsnood waren. Met gevaar voor eigen leven roeiden ze naar het wrak om de bemanning uit de kaken des doods te redden. In een vliegende storm raakte op 14 oktober 1824 fregatschip De Vrede in zware moeilijkheden. Als de roeivlet de laatste drie bemanningsleden aan boord heeft genomen, wordt het scheepje door de kolkende branding gegrepen. Het is de zoveelste keer dat redders en geredden levenloos aanspoelen op het strand. Voor een aantal Amsterdamse en Rotterdamse notabelen is de maat nu vol. Op 11 november 1824 richtte zij de Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij en de Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen op. Later fuseerde zij tot de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Van ingezameld geld kopen de maatschappijen roeireddingboten die in boothuizen langs de kust gestationeerd worden. Boeren uit de omgeving stellen paarden beschikbaar om de boot in zee te trekken. De kustbewoners vormen de vrijwillige bemanning. De reddingmaatschappijen zorgen voor het beste materiaal. Zuidwesters, reddingvesten van kapok en oliegoed. Dankzij de constante stroom van giften kan de reddingvloot worden gemotoriseerd. Kleding en reddingvesten worden beter. De trekker neemt het zware werk van de paarden over. Er komen grotere reddingboten met vaste ligplaatsen in de belangrijkste havens. Redden kan u ook bij windkracht 12. Scheepsbouwers en ingenieurs bieden de maatschappijen hun kennis aan. Nieuwere boten verhogen niet alleen de veiligheid van de redders, maar ook de overlevingskansen van schipbreukelingen. De schepen worden sterker, sneller, betrouwbaarder, krijgen dichte stuurhuizen en zijn zelfrichtend. Er komen speciale type reddingboten, ontworpen voor verschillende Nederlandse vaargebieden. De scheepvaart groeit. Het wordt voller en voller. Veiligheidsmaatregelen worden steeds beter, maar ongelukken zijn niet altijd te voorkomen. Om snel hulp te kunnen bieden, zoekt de reddingmaatschappij snellere boten.
Door positieve ervaringen met de Atlantics en de Engelse Rigid Inflatable Boats is besloten de vloot te vervangen door RIPS. Koningin Beatrix gaf haar naam aan de eerste grote reddingboot met een rubber tube. Het schip overtreft alle verwachtingen en wordt verder ontwikkeld tot de Johannes Frederik-klasse. Voor lancering vanaf het strand worden RIPS zoals de Float, de Atlantic, de Valentijn en de Antje-klasse ingezet. Om professioneel te kunnen handelen, moeten de vrijwilligers goed getraind zijn. Ze leren hoe ze een noodsituatie kunnen overleven, krijgen intensieve EHBO en navigatieopleidingen. Ze moeten een blind vertrouwen in hun schip en de andere bemanningsleden hebben. De enige manier om dat te krijgen is door eindeloos oefenen. Met het eigen team en in samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine. Ook bij de Nederlandse reddingmaatschappij volgen nieuwe technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Dat moet, want alleen dan kan de KNRM de hulp blijven bieden die inmiddels voor velen vanzelfsprekend is.